Vandaag was Mark Rutte voor de vierde keer in Israël om te praten met premier Netanyahu. Hij sprak met hem over humanitaire hulp aan Gaza. Ook waarschuwde Rutte voor een eventueel Israëlisch grondoffensief op de stad Rafah. We hebben nu contact met Raouf Lera van het Sidi. Goedenavond. Goedenavond. Mark Rutte was dus vandaag voor de zoveelste keer in Israël. Hij heeft eigenlijk heel duidelijk gezegd, val Rafah niet aan. En wat vindt u daarvan? Ik vind dat een rare opmerking. Aan de ene kant begrijp ik hem, omdat de heer Rutte zich natuurlijk zorgen maakt om de humanitaire situatie in Rafah. En omdat er natuurlijk ook heel veel Palestijnen naartoe zijn gevlucht uit andere delen van de Gazastrook. Aan de andere kant zitten er ook nog meer dan 100 Israëlische gijzelaars vast in de tunnels. En op plekken waar we niet weten wat er met ze gebeurt. En die mensen moeten worden vrijgelaten. En ja, een invasie is dan de enige mogelijkheid. Dus ik vind zo'n stelling van je moet het niet doen, vind ik opmerkelijk. Ja, maar vindt u dan die waarschuwing die eigenlijk daarachter zit wel terecht? Want u geeft ook aan van er zitten ook heel veel mensen daar. Is die waarschuwing dan wel goed? Die waarschuwing is altijd goed. Ik denk dat je elkaar, zeker ook als je bondgenoten bent, zoals Nederland en Israël zijn, dat je elkaar altijd scherp moet houden. Kijk, Israël heeft natuurlijk vanaf het begin een heel duidelijk doel gesteld. Wij willen Hamas verslaan, we willen de gijzelaars bevrijden. En het is goed dat bondgenoten Israël er ook op wijzen dat die humanitaire hulp door moet blijven gaan. Dus ik denk dat dat absoluut goed is. Maar ik denk niet dat meneer Rutte op de plaats moet gaan zitten van het Israëlische leger of van de Israëlische regering in hoe deze oorlog op de beste manier te winnen. Nee. Vindt u dan ook dat de Nederlandse regering zich daar dus te veel mee bemoeit? Want minister Bruins Slot zei gisteren eigenlijk hetzelfde. Ja, ik vind dat opmerkelijk. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook een politiek pressiemiddel is. Om Israël echt nog meer te bewegen om humanitaire hulp toe te laten tot het gebied. Wat overigens in grote getalen gebeurt. Dat is iets wat we niet veel op de media zien in Nederland. Waar ook niet veel over bericht wordt. Maar iedere dag gaan er honderden vrachtwagens naar binnen. En er is nu ook een maritiem humanitair corridor opgezet vanuit Cyprus. Waar Netanyahu zojuist minister-president Rutte heeft gevraagd om daaraan mee te doen. Hè? Dus dat Nederland ook in humanitaire hulp gaat voorzien. En ja, zoiets kan ik natuurlijk alleen maar steunen. Want de mensen die hier niks mee te maken hebben in de Gazastrook, natuurlijk moeten die geholpen worden, dat is duidelijk. Ja, en toch zegt Rutte ook van er moet nog meer humanitaire hulp naar Gaza. Ja, zeker. Dat moet ook. Dat moet ook. En dat is ook waarom ik een hele grote voorstander ben van dat maritieme corridor. Zodat er echt wel meer humanitaire hulp op gang kan komen. Kijk, ondanks het feit dat er honderden vrachtwagens per dag naar binnen gaan. Ja, bestaat natuurlijk nog steeds de kans dat het A niet genoeg is. En B worden er ook heel veel vrachtwagens door Hamas gekaapt. Voor eigen gewin. Er zijn talloze filmpjes van dat de hulp niet naar de mensen gaat die het nodig hebben. Maar dat Hamas het voor hun eigen families en voor hun eigen strijders steelt. En ja, dan blijft er automatisch gezien minder over voor de mensen die het echt nodig hebben. Ja, nou, Nederland wordt eigenlijk nog steeds wel gezien als een bondgenoot van Israël. Al zegt Rutte steeds of levert min of meer kritiek. Of hoe zou dat moeten zeggen? Maar ziet u dat ook, dat Nederland kritischer wordt? Dat vind ik wel meevallen. Ik denk dat je altijd momenten hebt waarop je kritisch moet en kunt zijn. Ik denk in dit geval, wat ik zojuist ook tegen u zei, als Nederland als bondgenoot van Israël, mag Israël heus erop wijzen dat er meer en meer en meer humanitaire hulp naartoe moet. Al is het maar om 1, 2, 3, 100 mensen extra te helpen. Die kritiek is denk ik goed, want dat beweegt Israël misschien ook om nog harder zijn best te doen. Maar ik zie niet een lijn over een langere tijd waarin het bondgenootschap op het spel staat. Dus wat dat betreft maak ik me daar weinig zorgen over. Nee, dus u voor de toekomst blijft Nederland bondgenoot van Israël. Daar heeft u geen twijfels over dus? Nou, laten we het hopen. Ik heb helaas geen glazen bol. Ik denk het wel. Zeker ook kijkend naar de zetelverdeling nu in het Nederlandse parlement verwacht ik dat het bondgenootschap in stand blijft. Maar goed, wonderen zijn de wereld nog niet uit. En vervelende dingen zien we ook niet altijd aankomen. Maar zoals het er nu voor staat, zeg ik, die relatie blijft goed en stabiel. Ja. Nou, Raouf, leraar van het Sidi, dank voor de toelichting.